Dit is Daza met een goede bal. Gribic, nu blijft de vlag naar beneden. Gribic, 1-0 Vitesse. Nu Vitesse met de superstart. En de eerste voor Adrian Gribic. Goeie actie van Daza. En inderdaad, daar onderin blijft die nieuwe rechtsback chic hangen. En Gribic maakte het uitstekend af. Dat is een goede bal. En daar is de vrije doortocht ineens. En Ljubicic schiet hem tegen Houwe aan. Gribic. Bero gaat. Daza heeft het gezien. Dat is weer een goede bal van Daza. Dit is weer een goal voor Vitesse. Elie Daza strooit met passes. Alsof die Andrea Pirlo is vanavond. Kijk eens naar deze pas. Opnieuw een goede loopactie, maar je moet hem maar even geven. Aiwo. Don Johnny wil wel door. Het is tekenend dat deze bal door Vitesse wordt binnengehouden. Ze hebben een goede zin. Witek. En Baden Frederiksen raakt hem verkeerd. Maar weer een goede aanval. Luidt hem zelf in, Witek, met dit hakje. Deze passeeractie. Aiwo moet inhouden. En dan komt hij net niet lekker uit voor Baden Frederiksen. Witek. Oeh, scherpe bal tegen de paal. Maar dan alsnog Rasmussen. En de vlag blijft daar beneden. En daar alles behalve glimlach. Ja, het is wel buitenspel van die twee daar in het midden. Het is afgelopen. Vitesse gaat door in de Conference League. En dat leidt uiteraard tot grote vreugde. Europese overwintering was al uniek. Maar ook de play-off ronde overleeft Vitesse.